NTR. Waar we vis spelen, waar het niet gaat om de punten, maar om de gezelligheid. En de boel is hier los, maar het kan nog losser, want wie komen eraan? My boys, ga los voor Ruben Verveer, Mert Mos en Howard Tomproe! Goeienacht. Voel je het? Ik voel het. Voel je het? Voel je het? Voel je het zo? Het tintelt. Het tintelt, hè? Vibration. We hebben het mooiste publiek. Ja, toch? Op tv. Mooiste. En nou die samenstelling ook. Kijk, mooie blauwe, groene ogen. Mooie zwarte. Kale ogen. Mensen met pet. Mensen undercover. Alles. Deze show is zo heet, sommige mensen mogen hier niet zijn, maar die zijn hier. Ja. Cover. Ik ga geen namen noemen. Yes, we gaan beginnen, we gaan het spel spelen. We hebben drie topkandidaten. We hebben namelijk een vrouw met alles erop en eraan, een achterhoekstutje en een soepele Antilliaan. Met wie jullie gaan spelen, bepalen jullie natuurlijk zelf, want ik ga een vraag stellen. En degene die de vraag als snelst beantwoordt en goed natuurlijk, mag kiezen. Handen bij de knoppen. Hier komt het. Noem twee Kardashian-zusjes. Murt. Chloe en Kim. Yes, top. Heel goed. Top. Chloe nou. En Kim. Chloe en Kim. Ja, Chloe en Kim. Oké, Murt, jij mag kiezen. Wat had jij dan? Kim en Kylie. Oké. Oké. Ik had Kim. Je had Kim. Ik ken ze niet. Er is ook twee. Is voor en die achterkant is twee. Ja, ja. Die ken ik. Oké. Murt, jij mag kiezen. Tussen. Een achterhoekstutje, een vrouw met alles erop en eraan en een soepele Antilliaan. Wat ga je doen? Laten we die laatste doen. Een soepele Antilliaan? Ja. Okay, top. Oké, daar komt hij. Deze professionele danser heeft een eigen dansschool in Rotterdam en is expert in kizomba, bachata en salsa. Ooit danste hij zo heftig met een meisje dat de kipfilet uit haar BH vloog. Dus, dames, hou je vast. Hier is Tidy Water! Zijn wij familie? We lijken wel een beetje op elkaar, hè? We lijken wel een beetje op elkaar, ja, hè? Echt, hè? Is, als je een bril zou hebben, is het klaar. Jullie zijn klaar. Nee, maar dan is het nog steeds maar één bril. Ja. Hey. Bro, goedenavond. Goedenavond. Kizomba, dus jij doet eigenlijk bachata, salsa, alles. Je geeft dansles. Ja. Heb je eigen school. En Kizomba is heel erg populair tegenwoordig en hip. Ik heb begrepen, jouw vriendin met wie je ook vaak danst, die is hier ook. Die zit ook? In de publiek. Waar is oh yes, een hele goede avond. Ja. Wij vroegen ons af, ja goed gedaan, bro. Man, hè? Hoppie, goed gedaan. Zou jij een stukje Kizomba kunnen laten zien? Ja, yes? Dat kan ik. Nou, yes. Lieverd, wat is jouw naam? Christo, neem maar even naar voren. Gewoon kort hoor. Maar niet te heftig toch? Mag ik even wat kizomba muziek? Oké dan. Oké, goedemiddag. Oké, stop. We zijn partners. Stop. We zijn. Woe! Oké, Howard. Yes, wat de keuzes zijn? Een achterhoekstutje en een vrouw met alles erop en eraan. Dan ga ik naar de achterhoek. Achterhoek, ja. Oké. Deze jonge dame komt in het achterhoek en vindt het heerlijk om te tutten met make-up en haar. Naast haar studie doet ze ook modellenwerk en haar grote droom is om prestatrice te worden. Misschien gaat ze vanavond een grote doorbraak meemaken. Hier is Jessie Augustijn! Oh.
Hauwer, ik heb nog nooit een blonde vrouw zo naar jou zien rennen. Meestal rennen ze weg, maar nu... Zijn lamp gaat branden. Wauw! Ja, dat is die Achterhoek-connectie, jongen. Dat is jullie, want jij komt ook uit het Achterhoek. Ik heb in Hoenderlo gewoond inmiddels. Oké, okay. En presentatrice, dat is jouw droom? Ja, dus weg. Wow! Oké. Grapje. Liever niet alleen op Aruba kunnen blonde vrouwen verdwijnen, ook in het Achterhoek. Serieus? Nee. Ik steek daar gewoon stress. Dat gaat niet. Oké. Nee, dat gaat niet. Oké, Ruwee, jij hebt ook wat bijzonders. Deze Surinaamse schone is al jaren gelukkig getrouwd. Haar man heeft ze ontmoet via datingsite. In haar vrije tijd loopt ze het liefst in het Wonderpark met haar chihuahua. Sinds 1994 mag ze zich officieel vrouw noemen. Hier is Rika Tillelammer. Je bent blij, Ruwee? Ruwee zit op mute. Hallo Rika, goedenavond. Goedenavond. Rika, hoe wordt men officieel vrouw? Je tollie eraf. Tieten. Klaar. Is klaar. Ja, nou. Ik heb moeite met stap 1. Ja, je bent niet alleen. Wij gaan naar de eerste ronde. Ja. De eerste ronde is een stelle ronde. Zodat de teams elkaar een beetje beter leren kennen. Weet je het antwoord? Druk. Per goed antwoord krijg je 10 punten. Handen bij de knoppen, jongens. Hier komt vraag 1. Wat is het meest voorkomende geslachtsziekte in Nederland? Ruwee, heel snel. Dit is, ik weet niet wat je gaat zeggen, maar je was echt snel. Alsof jij weet. En hoe weet je dat? Hoe weet je die dingen? Ik lees. Oh. Ja, boek is bij de dokter. Maar oké, okay, daar komt ik denk dat ik ooit heb gelezen dat het chlamydia is. Ik hoorde je mevrouw zeggen, ja, klopt. Ja. Oké. Wat bedoelen Belgen met een buitenwipper? Oké, Ruwee. Wat lees jij allemaal? Wat lees jij allemaal, Ruwee? De snelheid van jou, het baart mij zorgen. Echt? Wat is een volgens de Belgen buitenwipper? Nee, wat is volgens jou een buitenwipper? Volgens mij is het duidelijk. Wat, ja? Wat een buitenwipper, is. Wat is een buitenwipper? Je wip buiten. Je wip buiten. Dan wordt het een binnenwipper dan? Huh? Een binnenwipper? Ja, een binnenwipper, Als je binnenwipt, is een binnenwipper. Oké. Ik ken ook de hoogwipper. Wat wip je boven? Boven je niveau. Weet jij niet dat er buitenwipper is? Dat is gewoon als je buiten aan de wippen bent. Wow, jullie hebben een perfect team, maar het is fout. Een buitenwipper is namelijk een portier. Dus als jij voor de deur, je lult, hij pakt, hij wipt je naar buiten. Dat is hem al. Die vind ik niet zo leuk. Maar hij was wel goed. Oké, dan. Wat is de heetste plek op aarde? Jeetje, Greetje. Rika was dat. Je bent je stel niet kwijt, maar je kan niet hebben. Maar goed, wat is de heetste plek ter wereld? Vaya. Pas op met wat je zegt. Pas op met wat je zegt. Ik denk Thailand. Weet je wel, ik ben daar geweest en het is zo heet daar zo. 30 graden. Nee, serieus. Dat kan toch niet. Ben je met Thailand. Thailand. Echt waar? Thailand. 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 Nee, Thailand is niet goed. Nee, het is de Dash in Lut. Woestijn? De dash. Het is in Thailand. 70,7 graden. Op dit moment gaat team Ruwee aan de leiding. We gaan naar de volgende ronde. Ja! Het
is tijd voor Pick Up Lines. De boys moeten zo meteen een teamgenoot gaan versieren. En dat doen ze als een bekend persoon op muziek. En op de manier hoe we dat doen op straat. De openingszin is voor iedereen elke week hetzelfde. Hey poppetje, ze krijgen van mij de tijd zolang het liedje duurt. De teamgenoten moeten straks gaan raden wie die persoon die we aan het versieren is. Wij beginnen met team Murt. Meneer Walter, neem hem naar voren. Ja. Wat er gaat gebeuren is, ik weet niet precies wat dit ritueel is van jullie twee, maar... Weet je waar ik ook net naar zit te kijken? Volgens mij zijn wij een soort proces. Wat? Als jij hier gaat staan... Zie je dat? Jij. Oké. Oké. Bert, hier verschijnt het. Kijk achter je. We gaan het doen. Oké. Okay. Heb je hem? Let's go. Hey, poppetje. Tendino. Hey. Poppetje. Je moet niks zeggen. Ik weet het. Je voelt iets. Je voelt iets. Er komt iets los. En je denkt bij jezelf. Is this love? Is this love? Huh? Je denkt het, maar je weet het niet zeker. Geloof mij nou maar. Het is echt zo. Huh? Ik ga je laten zingen. We gaan het samen doen. We doen het met z'n allen. Gewoon zo. Huh? Zing met me. Zing met me als een leeuw. Doe het, doe het. Ik doe alles voor jou, hè. Ik trotseer de wet. Als het nodig is, schiet ik de sheriff. Bob Marley. Ja! Wauw. Ik doe het voor ook. Hij had geen idee. Ik schiet de sheriff. Bob Marley. Oké, dan Howard, neem jouw liefde naar voren. Je hoeft daar eigenlijk niet eens mee te versieren. Jullie zijn al een koppeltje, maar toch zijn wij benieuwd. Want hier ben je benieuwd. Heel goed in. Howard, hier verschijnt jouw personage. Oké. Hey poppetje, hoe is het met jou? Ik heb een droom. Ik heb een droom over jou en mij. Ik heb een droom over jou en mij in een bed. En in dat bed maak jij mijn dromen waar. En in dat bed komen wij samen. Ik heb een droom dat ik met jou loop over de velden. En in het hoge gras leren wij elkaar beter kennen. Ik heb een droom. En in die droom wordt alles nat. Het is een hele natte droom. Maar jij zit in mijn droom. Dit klinkt als een nachtmerrie. Als een nachtmerrie. Ik weet niet of je scheiden. Maar, Jesse. Guus Meeuwis. Ja, waarom ook niet? Want Guus mag ook dromen. Ik heb een droom. Ik heb een droom. Zoiets of zo. Ik heb een droom. Ja, ik heb een droom. Geen idee. Ik heb een droom. Ken je niet? Ik heb een droom. Droom. Top, Guus. Top. Nou. Oh, sorry. Het was die andere. Martin Luther King. Oh, echt geen nee. Dus... Nee. Oh, die ken je niet. Nou, jongens. Roué. Ze kent het wel. Sorry. Howard heeft het opgefokt. Oké, Roué. Oké, dan. Jij weet, jij kan dit, Roué. Lika, jij staat klaar ervoor. Kijk, wacht. Oké. Moet niet achter kijken, hoor. Kom maar. Oké. You got this, Roué. You got this. Oké, you ready? Ja. Oké, dan. Hé, poppetje. Hé, alles goed? Ja, goed. Ik zie je en ik denk direct, ik kan vliegen. I believe. Ik kan de hemel aanraken, denk ik. Hé, en ik weet, ik kijk naar je en ik weet, ik heb geen tijd. En mijn hoofd zegt nee. Maar mijn lichaam, zeg maar ja! En ik weet niet hoe oud je bent, maar dat maakt niet uit. Mijn bijnaam is Al. Alle leeftijden. Oké. Rika,
Ja? Ja. Ik kan die punten naar binnen halen. Ja. Oké. Okay, R. Kelly. Yes! Oh, fantastisch. Ik kijk even naar de stand. En aan de leiding gaat Team Roué. We gaan naar de volgende ronde. We spelen Ik hou ook van Holland, want wat weten we nou echt van elkaar in Nederland? Nou, we zijn op straat gegaan en we zijn mensen dingen gaan vragen en daaruit hebben we een top 5 samengesteld. En de vraag vanavond is, waar is de man niet goed in, volgens de vrouw? Waar is de man niet goed in, volgens de vrouw? En Howard, ja. Laat me bij jou beginnen, want jij hebt vandaag gewoon de aantrekkingskracht. Ik heb die vibe hier. Je hebt die vibe? Dus... Wat denk je? Ja, ik denk huishouden. Ja. Wij spelen huishoudelijke taken. Huishoudelijke taken. Ja. Maar jij, dat is wat jij vindt. Mannen zijn daar niet goed in. Ja, nee, ik denk ook huishouden, ja. Oké, okay, cool. Huishoudelijke taken. Oké. Okay. Top, 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 top. Wat zeg je? Ik denk dansen. Dansen? Want mannen dansen. Over het algemeen of in Nederland? Algemeen. Nederland, alles, alle mannen. Waar zijn mannen? Dat is dansen. Nee, nee, nee. Niet goed in. Hoe? Luisteren. Ja, dus. Wat zei je? Wat is plan B? Luisteren. Ik hoor je niet. Wat zei je? Luisteren. Ja. Oké. Okay. Luisteren. Ja! Ja! Ja, bedankt. Had je het gedaan? Ja. Niet ja, maar dat wilde jij. Jullie wilden tijd. Dit is hij zei dit meteen. Ja, luisteren was plan A. Ja. En voor het geval dat misschien door die andere partij daar dat zou worden gezegd, hadden we als plan B multitasken. Multitasken. Mannen kunnen... Ik hoor hier echt ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Wie was dat? Zij. Oké, okay. Wij kunnen niet multitasken. Nee, sorry. Maar wie kan het wel? Vrouwen wel? Wij wel, ja. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Vrouwen kunnen het niet. Wat vrouwen goed kunnen, wat jullie namelijk goed kunnen, zijn dingen achter elkaar doen. Wat jullie doen is... Ja, wat jullie, maar dat is het. Vrouwen denken, jullie zijn aan het koken, jullie zijn aan het bellen en jullie gooien een slipper toch naar een kind. Maar dat is achter elkaar. En dan doe je ook alles heel slecht. Dus je praat slecht, je luistert niet goed. Je gooit, je raakt dat kind niet eens goed. En dat eten is niet te vreten. Dus jullie kunnen niet multitasken. Yes. Sorry. Yes. Yes. Maar laten we kijken wat men in Nederland vindt. Multitasken. Hey. 5%. Zie je? Oké dan. Op nummer 4 hebben wij opvoeden, opvoeden. Hey! 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 Hey. Ja, nee? Echt? Is er iemand, is er een vrouw hier mee eens? Oh, jij bent er weer! Ze is er weer! Nee, ze is er weer! Nee, nee, nee. Je hebt een probleem met mannen. Ja, sorry, maar jullie mannen die kunnen echt jullie niet... ook! Oh, jullie luisteren nog geen kinderen, hè? Dan bellen jullie ons op. Wat moest je dat ook weer meenemen? Nee. En dan is het, ik zeg maar wel, 12 appels. Je moet het echt voorkouwen. En dan ook de nog appels? Eens. Of gewoon dat je. Ja, de appels. Ik luister er niet goed. Nee, maar. Maar dus jij moet zeggen, dus als. Je en je kan, moet ze opvoeden. Je moet de man ook opvoeden. Ja, jullie lijken net kleuters. Sorry. Zij gaat gewoon met de verkeerde mannen. Waar heb jij de keer? Zij gaat gewoon met de verkeerde mannen. Maar, okay, maar met wie ga jij precies? Mannen en waarom? Ik ga met een hele lekkere Nederlandse man. Een lekkere Nederlandse man? Ja. Dat wil je erbij zeggen? Voor oh, zeker. Te maken op ja. Mij? Maar hij is lekker, maar hij is alleen hij is nog niet opgevoed. Nou, hij is wel opgevoed en jullie zijn de mannen dan wel allemaal opgevoed. Maar jullie hebben toch een extra steuntje in de rug nodig. Ik ben met haar eens. Jij bent met haar eens. Als ik boodschap ga doen, ja? Dan koop ik brood, melk, chips en andere dingen. Ja, gaat een man... Een man. Om een man brood halen, komt hij alleen maar met brood. Omdat je brood wou. Dat was de opdracht. Brood. Dat was de opdracht. Dat brood. Dat brood. Brood. Brood.
gaat uit, Roué. Dat is logisch. Roué, alsjeblieft. Weet je wat het probleem is met vrouwen? Kijk, dit is het. Roué is het langst getrouwd van ons. Roué, leg het uit. 20 jaar. Weet je waarom? Ik kan multitasken. Als ik tv kijk en mijn vrouw praat, dan zegt ze, je kan niet multitasken, maar dat hoor ik niet. Want ik kan heel goed tv kijken en niet luisteren. Tegelijk. Tegelijk. Oh. Oké. Okay. Top. Oké, okay. We hebben nog eentje open. Dat is nummer 3. Wat staat op nummer 3? Emoties. Ja. Tonen. Hoezo niet? Oh, zuster weer hoor, zuster weer hoor. Ja. Oké okay, dan. Aan de leiding gaat team Roué. Wij gaan naar de volgende ronde. We spelen de speech, de ronde waarin de teamcaptains heel veel punten voor hun team kunnen gaan verdienen. Ik geef ze een aantal steekwoorden en de teamcaptains moet dan in 40 seconden zoveel mogelijk van die woorden in een pakkende, grappige, super trap overtreffende toespraak in elkaar opmashen. Wat zeg je allemaal? Ik weet het ook niet. Per genoemd steekwoord krijgen ze 10 punten. We beginnen met Howard. Howard, luister goed, hier komen jouw steekwoorden. Oké. Okay. De doop. De doop. Willibrord, Augustijn, overspel, sacrament, valpartij, politie. Jouw spreuk, in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Jesse, jij mag ook een woord houden. Martin Luther King. Martin Luther King. En jou, je mag daar gaan staan, Howard. Hier komt jouw openingszin. Bedankt voor de bloemen, maar... Bedankt voor de bloemen, maar... Wij waren allemaal aanwezig bij de doop van die gast met die rare naam. En we hebben allemaal kunnen zien dat ik richting een blackout ga. Maar dat maakt niet uit, want ik ga gewoon door. Het sacrament is namelijk aan mijn zijde. En als ik dreig de tekst te verliezen, dan zeg ik in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dan komt de Zoon opnieuw tot mij en dan zeg ik... Martin Luther King was ook wel eens de tekst kwijt. Maar je gaat gewoon door en dan komt het allemaal vanzelf goed. Houd hoop, dames en heren. Houd hoop. Het is... Houd hoop. Je haat... Ja. Brouwer, hey. Je hebt 40 punten verdiend. Je had 4 goed 40 punten verdiend voor jouw team. Murt, hier komen jouw steekwoorden. Nieuw restaurant, Franse chef-kok, gepocheerd, veganisten, Michelinster, Château Neuf de Pop. Jouw spreuk is liberté, égalité, fraternité en die, en die andere thees. Wat ik niet, kamillethee en andere thees. Wauw. Nog iets van de kandidaat? Frankrijk. Frankrijk. Wat en jouw openingszin is... Goedenavond. Goedenavond, mijn Duitse vrienden. Welkom vandaag hier in mijn restaurant. Ik ben blij met mijn Michelinster. Mijn naam is Jean-Claude van Kloot. Ik had vandaag voor jullie de speciale Duitse vereniging van de veganisten. Had ik een speciaal menu met een Château Neuf du Pape voorbereid. Ik had een paar leuke gepocheerde eitjes. Ik had een steak. Maar helaas, wegens omstandigheden, heb ik in mijn Franse restaurant hier in Frankrijk uiteindelijk alleen maar voor jullie een broodje kaas. Je hebt nog 5 seconden. En 4, en 3, en 2. Yes, heel goed gedaan. Je had 5 hele goede 50 punten verdiend. 50 punten, applaus. Oké. Nee, wacht. Ik ga het zeggen. Sorry toch. MTV Awards, MC, best album, hondje Keffie Kef, Heavy G, Right Eye Lopez. Jouw gezegde is, wie een kuil graaft voor een ander... valt er zelf in. En de winner is... En de winner is... Je mag naar je plek, Roué. Jouw beginzin is er niet. Jij hebt geen beginzin. Jij moet eindigen met een grapje.
Hey, verzin jij die shit hier ter plekke? Soms. Oké. Okay. Is het leuk, toch? Is mijn taak. Oké, Roué? Yo, 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 you know I'm the MC at the MTV Awards, you know? Ik sta hier in Rotterdam and it's here in the house. You know, they say, and the winner is, of course it's me. Because I'm the fucking best album here in Rotterdam, you know? I'm MC Right Eye Ting. Right Eye Lopez. Yes. And don't laugh too much at me, because I'm here with my little bitch. Kevy Kev, you know? He just bluff, wef, 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 wef. You know? And don't try to diss me, you know, because I win all these awards. Because if you cry for Kyle or somebody else, you're gonna fall it in yourself. You know? Yeah. Woo! Hey, 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 hey! Wow! Maar, Roué, ook is de tijd om. Ik zou toch wel dat grapje van. Ik weet niet wie jij denkt dat je bent, maar. Oké, MC Schroevendraaier, gooi af alsjeblieft. En, heb je nog een grapje? Of is het... I have a grapje. You know, it's a Jantje grapje. Een Jantje grapje? Yeah, man. Jantje was walking on the street. And he went to the osso of the burgemeester. You know, he spit on the ram. He spit on the ram. You know the ram? You don't know English, right? He spit on the ramp. Yeah, the ramp, yes. The burgemeester saw that. Burgemeester said, hey, Jantje, get the fuck out of here. How are you gonna offend it if what? I come to your house? And spit on your ramp. And Jantje said, that would be knap, because we live on the tiende verdieping. Nigga. Goeie. Wij gaan door naar de volgende ronde, dames en heren. De stand is 75 voor team Murt, 80 voor team Howard, maar 140 aan zijn Caroline en team Roué. Yes. Maar er kan nog van alles gebeuren, want het is nu tijd voor het finale spel. Wij spelen Sixpack. In een finale spel moeten de teams zo snel mogelijk antwoord geven in 6 categorieën. Elke team krijgt van mij een eigen letter, waarmee ze elk antwoord moeten beginnen. Degene die dat het snelste doet, wint, verdubbelt zo zijn punten. Dus iedereen kan nog winnen. Nee. Oké, dan. Wij beginnen met team Roué. Jawel. Jullie hebben al laten zien dat jullie de leider zijn, maar kunnen jullie vasthouden, jij en Rika? Wij zullen zien. Wij zullen zien. Nou, dat is niet echt gewoon de winnaarsmentaliteit. We zullen zien. Kom op, Rika. You're the man. Kom op. Sorry, you're the man. You're a good girl. I love you. Ik ga Engels praten ineens. Oké, dan. Hier komen de categorieën. Meisjesnaam, gevolgd door een land. We hebben een seksuele handeling. Een artiest. Een etenswaar. En een scheldnaam. Wie van jullie gaat beginnen? Roué, jullie letter is T. Tina. Een land met een T. Theodora. Theodora is een land? Een land met een T. Stop de tijd. Ja, Thailand. Nee, maar je kan niet attitude hebben als jij met een land Theodora hebt benoemd. Je kan niet doen alsof ik raar ben. Thailand. Theodora, waar kom je vandaan? Ik woon in Theodora, echt waar? Oké, de laatste tijd lopen een land. Thailand. Thailand, een seksuele handeling. Trompetteren. Wat is dat? Doe voor. Je moet een trompet hebben. Je kan het zelf erin, je kan het... Hey, laat maar niet dingen zeggen, jongens. Jullie weten niks. Ik heb gelijk. Have fun with a trumpet. Ik heb een boek erover geschreven. 1 million ways to use a trumpet. Oké, jij hebt elke week... Oh, wauw, echt waar. Ik dacht dat de kraken het niet erger kon. Het is allemaal heel erg. Oké, top. We gaan door
Met een T een artiest? Artiest. Ja, ja, deze ik denk het. Die Paul. Ja, het stopt. En de Paul is een Thijssen. Stop de tijd, stop de tijd. Nou, met de Paul was in de jaren. Paul is een artiest uit China, de jaren 80. China in your hand. China in your hand. China in your hand. Oh ja, hoe moet ik dat weten? China in your hand. Ik heb nog nooit iemand China in your hand horen. Sing China in your hand voor mij. Iemand. Sing. China in your head, niemand! You don't know what to buy, then. China in your head. China in your head. Ja, echt hè? Naar het Songfestival, echt waar. Nee. Met z'n tweeën. De is tijd toch... loopt weer. Een etenswaar. Roué. Tom Poes. Tom. En een scheldnaam. Tering. Oké, okay, oké, okay, stop de tijd. Dat hoeft er niet zomaar zoveel editing, oké? Okay? Ik heb jou niks gedaan. Jij moet praten met die paus en wie jou... Wel een scheldnaam. Grote smurf. Jullie letter is letter A. Anglis. Een land. Andalusië. Oh, tuurlijk. Oké, okay. Ja, seksuele handeling. Appelen. What the fuck is appelen dan? Tot de tijd. Oké, okay. Okay. Kunnen jullie alsjeblieft voor mij even normale seksuele dingen gewoon... Weet je, wat doen jullie dan? Wat is er? Is het biologische chick? Wat is er aan de hand? Weet je niet appelen? Oké, okay. Heb jij... Wat is appelen? 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 Oh. Ja, toch? Wat zeggen ze? Snoep verstandig. Er gaan mensen vanavond... Hé, hey schat, laat me je appelen. Oké, een artiest met een A. Nee, ja. Doe nou. Anita. Artiest met een A. Anthony Hopkins. Wat? Is dat op de tijd? Is een artiest? Nee. Oké. Okay. Dat is een acteur. Go. Een artiest met een naam. Anthony. Ja? Nee. Nee. Hamilton. Stop. Yes. Oké, okay, door. Eetjes waar. Aardbeidjes. Een scheldnaam. Antilliaan. Antilliaan. Anti. Is dat een scheldnaam? En hij is nog trots op. Maar is dat een scheldnaam? Yes. Oké. Okay. Okay. Wanneer ik in de tram zit... En die boys die zitten van alles te schreeuwen. Wat zeggen ze altijd? Anti! Ik weet niet waar die is. Maar jullie hebben het gedaan in 36 seconden. Yeah. Dus dat betekent dat team Roué nog kan winnen. Maar team Achterhoek. Zijn ze achterbaks genoeg om dit kunnen jatten van jullie? Laten we kijken. Jullie letter is een... P, meisjesnaam. Patricia. Een land. Polen. Een seksuele handeling. Pompen. Oké. Okay, ik ga niet eens vragen. Een artiest. Pididi. Oké. Okay, een etenswaar. Pinda. Een scheldnaam. Je hebt alle tijd. Pleurisleier. Wat? Pleurisleier. Ja, nou ja, dat klopt. In 22 seconden. Dat betekent... Dat jullie punten worden verdubbeld. Team Meurt is blijven hangen op 75. Team Roué heeft heel hard hun best gedaan op 140. Maar met 160 gaat team Achterhoek naar huis met de prijs. Dat is een waanzinnig applaus. Dit was het weer bij Dino in de Straat. We gaan nog even door hier een feestje bouwen. Ik zie u graag op straat. Leef op straat. Liefde op straat.
NTR. Speciaal voor iedereen.